Dit stuk staat natuurlijk nog niet op een cd of zoiets. Hopelijk in de toekomst ergens wel. Er zijn wat cd's te koop bij de concerto toestand van mijzelf. Maar ik wil eigenlijk de aandacht even vestigen op de onbekende kracht achter Hello Cello. En dat
komt natuurlijk uit zo'n fantastische biennale. Ik speel regelmatig met de Zigeuners in Nederland. En een Zigeuner, vriend van mij, een gitarist, die zegt altijd: muziek is familie. En familie, dat is waar de biennale volgens mij voor staat. En dat we hier ook helemaal mensen uit Palestina en El Salvador, die doen ook gewoon mee. Maar er zijn ook mensen uit Pieterburen en uit Maastricht hier naartoe gekomen. Dus ik wil eigenlijk, ja, de onbekende krachten, het zijn er twee. Eerst wil ik heel graag een dankjewel aan Jacquina, die alles bij elkaar heeft georganiseerd. En al haar vrijwilligers die zo onwaanzinnig hard hebben geholpen. Dan is het allerbelangrijkste, deze muzikanten die zijn van de leeftijden 4 tot en met 18 ongeveer. De 4 jaar hebben alle repetities meegemaakt. Ze hebben vele, vele kilometers moeten reizen en ze hebben voor het eerst meegemaakt wat het is om een profmuzikant te zijn op een bepaalde manier. Ik vind dat er ongelooflijk hard gewerkt is, soms zelfs misschien wel te hard. Dus ik wil één heel groot bedankje, gaan we allemaal weer staan jongens, aan het Hello Cello Orkest!